Welkom bij Vlogmas dag 6. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny. Goedemorgen, het is 8 uur geweest. Het is 6 december. De Sint gaat vandaag naar huis en alle kerstgedachten komen nu echt. Ik moet werken. Ik heb mijn werk om 7 uur gezet, die heb ik niet gehoord. Het is nu 8 uur. Maar ik ga het klaar, maar ik had eigenlijk al bijna op mijn werk moeten zijn. Tenminste, niet per se moeten zijn, want ik hoef natuurlijk niet te werken. Maar ik ben er boventallig op boventallige basis. Maar mijn schouder doet ontiegelijk plezier. Ik heb gisteren visio gehad, wat niet leuk was. Ik kan niks, mijn hele schouder zit vast. En doet gewoon heel erg ontiegelijk veel pijn. Niet leuk, maar ik ga koffie zetten. En ik dacht, ik ga dat even lekker doen met de adventkalender. Let trouwens niet op mijn gezicht, ik moet mijn make-up nog doen. Maar ik ga we gaan eens kijken, dagje 6. Oh, onderin. Ik heb trouwens gisteren de adventkalender wel opengemaakt, maar niet gefilmd. Hé, deze is ontsnapt. Deze ken ik. Dit is degene die we altijd halen. Nummertje 8. Van Loor. Of van... Deze zijn volgens mij wel van Loor ook. Maar deze zijn anders. Dus, koffietje drinken. Ik ga mijn schoenen aandoen, maar ik heb doen. En dan ga ik ook snel naar mijn werken, want ik ben een beetje laat. Goed, ik ben inmiddels ready. Mijn haar, let niet op mijn haar, want dat is echt een drama. Ik heb gisteravond gedoucht, dus het gaat vandaag niet willen. Dagje nummer 6 vandaag van deze adventkalender. Ik ben heel benieuwd. Zal het in de grote la zitten vandaag? Ja, het zit in de grote la. Deze, oké. Oeh, wat is dit nou? Een klein spiegeltje in een mapje. Wat cute. Mirror, mirror on the wall. Who is the merriest of them all? Oh, dat is leuk. Dat is cute. Maar ik had gisteren een lipstick. Dagje 5. Ik weet even niet waar die zit. Dat was nummer 5. Oh, hier bovenin. En die wil ik toch even uitproberen. Aangezien ik naar mijn werk ga. Dat is een mooi kleurtje. Dus die gaan we even testen. Goed gekeurd. Goed, en ik loop inmiddels buiten. Ik ga hopen dat mijn teamleider er is. Weet je wat het is, jongens? Ik ga het jullie even duidelijk uitleggen. Ik ben natuurlijk toen van de trap gevallen, omdat ik toen met het syndroom van Tietze met die duffe pillen zat. Ben ik van de trap gevallen. Dacht ik van, nou, gaan we loven. Kon ik daarna dus niks meer. Ik heb voor die tijd natuurlijk al bijna niet gewerkt door die tabletten. Ik heb trouwens nog steeds last op mijn borst. Maar goed, dat even daarnaast. Ik heb... Ik ben toen gevallen. Ik mocht toen niet meer werken in verband met mijn schouder. Ik kon niet meer werken in verband met mijn schouder. Ik ben het nog een hele tijd blijven gebruiken. Werk wilde dus wel dat ik kwam. Tenminste, dat wilde ik zelf ook. Dus ik heb gezegd, joh, dan doe ik wel wat ik kan. Wat mogelijk is. Maar bedenk eventjes. Beeld je even in. Als je op je werk staat en je houdt van je werk. En je doet je werk graag. En je werkt met mensen of met kinderen. Of met ouderen of iets. Je kan je beide handen niet stilhouden. En dat meen ik oprecht, serieus. Je kan je handen en alles niet stilhouden. Tenminste, ik niet. Als ik daar op mijn werk sta, sta ik mijn eigen nog net niet op mijn tong te bijten. Om het feit dat ik mijn linkerarm dus niet kan gebruiken. Nog steeds niet. Ook thuis heb ik datzelfde probleem.
De enige manier wanneer ik hem wel kan gebruiken, maar wat niet goed is, als ik ontstijg onder de pijnstilling zit, al dan voel ik niks. Dus, ik mag dus alleen pijnstilling voor de nacht, zodat ik wel gewoon normaal slaap s'nachts. Ook dat doe ik niet echt, maar goed, maakt niet uit. Dus uiteindelijk heeft de arts 2 weken of 1,5 week geleden gezegd, jij gaat niet meer. Jij gaat niet meer werken. Ik heb dus een slijmvliesontsteking door die val opgelopen. En een scheurtje in mijn pees. Die is uiteindelijk als het goed is alweer helemaal genezen. Maar goed, daar voel ik zelf nog niet echt verschil naar. Maar als het goed is, is dus die slijmvliesontsteking. Die wordt nu onderdrukt door die injecties die ik heb gehad. Duurt een maand voordat die compleet zijn ingewerkt. Dus de fysio kan voor mij heel weinig betekenen nu. Ik doe heel even die tas om mijn nek. Dat vind ik heel irritant. Ik heb echt zo'n glibberjas aan waarvan het wel kraf valt. Hoppakee. Zo, dat is beter. Guess for life. Maar dus ik mag dus niet werken. Die auto laat me oversteken. Ik mag dus van de arts niet werken. Ik heb een formulier erop waarop staat dat ik gewoon niet meer op mijn werk mag zijn. Ik mag niet meer werken de komende tijd met die schouder enzovoort enzovoort. Werk wil uiteraard dat ik wel blijf komen, dat snap ik. En daar ben ik het ook wel ergens mee eens. Ik snap dat heel goed. Maar werk wil dat ik mijn dingen blijf doen die ik kan doen. En daardoor is het fout gegaan. Ik heb traanogen. Daardoor is het dus fout gelopen. Ik kan niet doen wat ik moet doen, want ik ga meer doen. En schijnbaar snappen ze dat daar niet. Ik moet zeggen, het zijn schatten, want ze denken er allemaal met me mee in plaats van trekken de eigen conclusie. Maar ik ga nu dus naar mijn werk. Want ik heb nu, sinds ik die brief heb en die injecties heb gehad, heb ik... Moet ik nog steeds komen? Ben ik het niet mee eens? Dus ik ga even babbelen. En het liefst zeg ik van joh, tot over 2 weken. Maar we gaan het meemaken. Ik weet het niet. Dus het is echt dus heel erg het dingetje van... Wat ga ik nu doen? Wat ga ik nu bespreken? Maar sowieso, ik ga niks doen. Mijn wekker ging vanmorgen om 7 uur. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan door de pijn. Ik heb ontiegelijk veel pijn aan mijn schouder en mijn arm. Noem het maar op. Als je gisteren zag hoe ik daar een beetje gepijnigd werd. Nou, dat was niet leuk bij de fysio, jongens. Ik moet woensdag weer. En waarschijnlijk ga ik donderdag ook nog heel even langs als mijn opa en oma erheen moeten. Maar, man, dat was niet grappig. Maar ik ben inmiddels bij de metro. Scheelt mij weer tijd. Ik heb lekker nu lullen. En uiteraard kan die nog slechter of ik kom bij de metro. Bij de metro. 9 minuten wachten. Oh ja, en de roltrap doet het niet. Ook dat nog. En mijn haar zit voor een meter. Meer heb ik niet te klagen hoor, jongens. Ik kan hier heel slecht tegen. Maar ik ga dus nu naar mijn werk. Niet om te werken. Maar om even met Serena te babbelen, want het zit mij hier. Ik trek het zelf niet meer. Ik heb natuurlijk daarnaast ook nog een gedoe met mijn ma thuis. Met de voeten wat niet lekker gaat. En morfine dit, morfine dat. Eet ze de vlek op mijn broek. Oh, maar ik vind het niet leuk meer. Echt niet. Ik ben er echt klaar mee. Ik ben op. Ik ben alleen maar moe. Ik heb echt heel eventjes rust nodig. Even iets waar ik niet aan hoef te denken. Dat beetje gerommel thuis, dat red ik wel. Maar het continu bellen voor werk dit, dingen doen voor werk dat. Loop ik dan half krom met de schouder op mijn werk. Weet je, dan denk ik, ik wil hier ook heel graag werken, absoluut. En ik wil heel graag doen wat ik kan. Maar ik kan niet doen wat ik kan, want ik ga eigenwijs zijn en ik ga meer doen. Dit wordt een lang verhaal, maar ik hoop dat jullie een beetje snappen wat ik bedoel. Dus
Dus ik ga nu richting mijn werk en ik ga even babbelen van jongens, is er niks anders mogelijk? Kunnen we niet iets regelen? Want ik trek het op deze manier zo niet. Ik heb alleen maar pijn. Ik mag alleen 's nachts medicatie hebben. Op de dag loop ik krom van de pijn. Zeker nu loop ik krom van de pijn. Dit is echt niet leuk. Na die rotfysio gisteren die de verdomme de hele boel heeft fijn geknepen. Uiteraard met een goede bedoeling, maar daar ben ik het nog niet mee eens. Dus ik ben niet zo heel erg in die stemming vandaag. Misschien wel als ik straks weer mijn werk uitloop. Ik weet het niet, maar we gaan het meemaken. Ik heb er aan de ene kant wel even zin in om eventjes alles duidelijk te hebben nu. Maar het liefst zeg ik jongens, over 2 weken heb ik pas normale fysio. Dus dan gaan we pas beginnen aan een beetje herstel. Dus alsjeblieft. Gun me even die 2 weken rust. Weet je wel, dan kom ik al met kerstwerken, weet ik wat, maak er wat van. Maar dit trek ik zo niet. Op zich worden de vlogs daar ook niet leuker op, moet ik zeggen, als ik thuis ga zitten en niks doen. Maar dan kan ik me daarentegen een beetje nog op mijn moeder richten, want dat is ook gewoon een drama. Mijn pa moet werken, mijn ma zit alleen thuis, dus Duffy Duck stoont achter de pillen. Dus medicatie, by the way. Dus ja, het is heel erg lastig en ik word er echt een beetje zat. Ik ben ook op, dus er zit geen energie meer in. Ik ben nieuw. Deze motor is een keertje leeg. Deze motor is echt een keer op. Dus dat. Trouwens, mijn haar is echt vreselijk. Ik wil eigenlijk heel even langs de kapper. Misschien dat ik dat straks even ga doen. Maar ze zijn natuurlijk vanmiddag open of zo, denk ik. Dus ja. Maar ik wil eigenlijk heel even een klein beetje laten bijknippen. Of niet. Aan de ene kant vind ik het langer ook wel leuk. Maar ik had misschien mijn haar even moeten feunen. Dat heb ik niet gedaan. Dus misschien is dat wel een beetje het ding dat ik dacht van. Maar dat is belangrijk. Iemand keek me aan van. Wat is dat? Dus ja, doe. Ik zit lipstick aan de camera te smeren, maar maakt niet uit. In ieder geval ga ik wachten op een metro. Over 5 minuten komt hij. En dan even een oortje in. Ik ben trouwens mijn oortje kwijt. Ik heb 2 draadloze oortjes en dan ben ik er even kwijt. Ik ga heel veel kwijt in de laatste tijd. Ik ga vanmiddag even in mijn jassen kijken. Misschien dat hij daarin zit in mijn jaszak of zo. Dus ja. Wachten op mijn werk. Even babbelen. Ik ga daar niks doen en dan ga ik naar huis. Ik ben er. Dat is heel wat. Komt goed. Made it. Ik ben er. Ik ben bij het werk. Dus ik kijk wat ze te zeggen hebben en of ze een beetje begrip gaan hebben. Ik luid jullie een beetje strak hier de tent eruit lopen. Het kan snel zijn of het weer kort zijn. Who knows? Goed, en inmiddels ben ik klaar met werken. Even hier mijn tas steken. 12 uur. Eerste maand van de maand. Ik heb even de huispakjes gehaald. Zo'n lekkere dunne jonge stof shirtje en en broek. Want uiteraard ga ik me zo meteen lekker omkleden. Want ik ben moe en ik ben koud. Heel koud. Maar tot zo. Goed, in ieder geval ben ik dus nu onderweg naar huis. Ik heb een redelijk goed gesprek gehad op mijn werk. Ik heb ze wel even duidelijk gemaakt dat het nu van belang is dat ik geen achterlijke praktijken ga uithalen, omdat ik er anders nog langer mee loop. Tot mijn verbazing was ze behoorlijk op begrip. En heb ik dus afgesproken dat ik 1 à 2 keer in de week, nu voor de komende 2 weken nog, naar het werk kom om mijn medisch rekenen te oefenen, mee te kijken, dat soort dingen te doen. En vooral geen handen uit te steken. Daarna ga ik proberen 1,5 dagen op te starten om zo op die manier weer een beetje die dingen te kunnen te proberen en te gaan doen. Dus daar is de plan niet. Mijn handen vriezen eraf. Het is oerkoud. Dus ik ga snel doorlopen naar huis. Lekker omkleden. Ik denk even een warm douche pikken. Omkleden. Lekkere warme kop koffie zetten. En denk ik beginnen aan mijn Lego. Aan mijn Lego Adidas schoen. Denk ik. Ik weet het niet. Maar
Dat dus, ik ga in ieder geval zo even wat vlogmasvideo's terugkijken. Dus het komt helemaal goed. En ik ben thuis. Ik ga jullie heel even laten zien wat ik nou heb gehaald. Mijn schouder is zo'n zeer vreselijk. Ik heb deze broek gehaald. Kut, dit is een maat te groot. Maakt niet uit. Deze broek heb ik gehaald. Deze doe ik zo trouwens lekker aan. Met dit shirtje. Dit is zo'n crop shirt. Die kan je zo losmaken. En dan kan je hem dus helemaal terug uitklappen. Super chill met de, in de chillen, om het zo te zeggen. En dan heb ik ook nog donkerblauw. Dat is dit shirtje. Dus gewoon een langer shirtje. En dezelfde patroon broek. Maar die ga ik in mijn kast leggen. Oh. En verder heb ik deze nog gehaald. Een kruikje zonder knuffel dus zeg maar. Want ik heb natuurlijk die andere dus met knuffel. En deze is zonder. Ik vind die met knuffel eigenlijk wel een beetje irritant. Dus ik wilde deze graag. Ik zag die hangen en toen dacht ik, oh die neem ik wel mee. Dat is lekker warm. Dus ik ga mijn bedje uitklappen. En tenminste even douchen, omkleden, een bedje uitklappen. En lekker het bedje in. Met een kop koffie. What's up? Change of plans. Ik wil daar mijn Lego gaan beginnen, maar dat stel ik nog even uit. Want er komt vanavond weer een loge. En ik ga vanavond even naar mijn opa en oma om. Ik heb deze namelijk ook voor mijn oma. Oma is gek op koala's. En dat vond ik ook met zo'n kruik. En toen dacht ik, dit is wel heel toepasselijk. Dus die ga ik zo heel even gauw inpakken. Dan ga ik vanavond eventjes naar Mac met Tom samen. Die blijft trouwens ook slapen. En ik ga straks dus eventjes die hottie, tenminste die water bottle hottie ding, brengen naar oma. Want we hebben ook nog hun containerkaart voor de stadswerf. Dus moeten we ook nog brengen. Ik zou morgen trouwens naar een schoonspecialist gaan. Die heb ik afgebeld. Die heb ik even verschoven naar 21. Geef de naam 21 december. Dat. Dus ja, dat is goed. Dat is niet erg. Dat is allemaal prima. Dus dat. Verder komen als het goed is deze dagen ook mijn kerstballen binnen. Want ik wil mijn boom verder versieren. Normaal is dat al lang gedaan in mijn geval. Alleen nu niet. Dus dat is wel jammer. Maar ik ga wachten tot Tom er is. Dan gaan we lekker naar de Mac. En vanavond even naar oma. En de rest zien we wel. Dus dat. Toppie. Ik heb trouwens mijn nagels even gelakt. Ik was eventjes die bruine kleur zat. Plus het zag er allemaal niet meer uit. En trouwens, drie kwart van mijn nagels zijn nog compleet afgebroken. En het zijn allemaal kleine stompjes. En ik was ze waren allemaal zo lekker lang. Maar helaas. Dat heb je ook wel met werk en zo. Dan houdt dat niet lang. Dus zometeen naar opa en oma. Maar eerst even lekker bij de Mac eten. Wachten tot Tom er is. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die Tom is hier, dus let's go. Even naar beneden, even hallo zeggen.